welkom bij het Broodjournaal. Allaf, allaf, allaf. Bakker, kan er van een dien? Ja, Erik, we hebben er een jaar op gewacht, maar het is weer zover. We kunnen weer los. Ja, ben jij zelf ook helemaal van het feestgevoel? Nou, ik ben eigenlijk wel een carnavalist, maar soms moet ik ook werken. Afgelopen week ben ik even in Zerham geweest al. Dat was mijn peterkind, Prins Niels de Eerste. Persoonlijke onderscheiding ontvangen, dus wat dat ik denk ik al wel wakker had. Zeg, en ga jij hier in een van die befaamde etablissementen in Diem zelf nog even een carnavals biertje drinken? Zondag gaan we even optocht kijken en naar de optocht gaan we even een paar op de lamp zetten even. Hè? Goed zo. Zeg, goed eten hoort ook bij carnaval. Wat adviseer jij de mensen? Ja, eerder normaal voeden ze zich met bier en stukjes frikandel. Maar een lekker broodje hoort er ook bij. Dus daarom hebben we nu op vele bezoek weer een aanbieding in de webshop. En dan kun je 50 broodjes voor 11,11 euro. En dan mag je zelf kiezen of je dan witte bolletjes neemt, bruine bolletjes, krentenbollen. Of een combinatie ervan. Alles is muglig. Hey, maar 11,11 euro voor 50, het kan toch haast niet uitbakken? Nee, Erik, maar ja, we moeten toch eens gek doen. En over gek doen gesproken, nog één keer duidelijk. Dus alleen via de webshop, via kampioensbakker.nl. Ja. 50 broodjes, 11,11 euro. En dan kom je het zelf thuis bezorgen. Even klikken op onderstaande linkje en dan kun je een bakketje voorrijden. Goed zo, ik zeg alaaf. Alaaf. Ik zeg... Alaaf.